Op 19 september dan is het de World Clean Up Day. De naam zaterdag. Doet het natuurlijk al een beetje vermoeden. Het is aanstaande zaterdag Wereldopruimdag. Kan je de boswachter mee gaan helpen met het opruimen van afval in het bos? Hoe leuk is dat dan nodig? Precies, zou je zeggen. En we hebben een boswachter in de studio. Ja, Amy Zeeman. Hallo. Hoi, hoi. Goedemiddag. Is het nodig? Ja, helaas wel. Ja, op World Cleanup Day aankomende zaterdag 19 september wordt er over heel de wereld allemaal opruimacties georganiseerd. In Nederland zijn er ook best wel veel opruimacties. Maar vanuit Staatsbosbeheer konden we natuurlijk ook niet achterblijven. Want als je kijkt hoeveel afval er in de natuur achterblijft, ja, dat is om te huilen eigenlijk. Wat kom je allemaal tegen dan? Ja, ik wou net zeggen, kun je een beetje schetsen? Ja, nou ja, het zijn niet alleen de kleine blikjes of een sigarettenpeukje. Maar er worden ook hele bankstellen gedumpt. Er zijn wel koelkasten tegengekomen. Ja, grof huiselfval wat men niet bij de stort wil wegbrengen. Ja, dat wordt gewoon in het bos achtergelaten. Wat doet dat met jou als boswachter? Dat je dan daar loopt en je ziet in één keer een bankstel liggen of een oude koelkast. Nog erger, want dat is ook bijzonder slecht voor het milieu natuurlijk. Ja, nou ja, naast dat het inderdaad slecht is, ook voor het milieu. Het is gewoon teleurstellend. Het hoort eigenlijk ook gewoon niet in de natuur. En wij zijn bijna dagelijks bezig met het opruimen van rotzooi van anderen. En dan krijgen we vaak het tegenargument van, Staatsbosbeheer plaatst ook geen prullenbakken. Waar moet ik dan mijn afval? In, een bankstel past er inderdaad niet in. Nee, klopt. Maar afval trekt ook afval aan. Ja. En wij vinden het helemaal geen probleem dat mensen picknicken in de natuur. En dat moedigen we ook zeker aan. Alleen neem hetgeen wat je ook mee de natuur inneemt ook weer mee terug naar huis. En gooi het daar weg. Ja. Zo dat simpel is het. Kan je zeggen wat dat op jaarbasis kost als jullie eigenlijk alleen maar bezig zijn met die bossen schoonmaken? Nou, de exacte aantallen kan ik je niet geven. Wat ik je wel kan zeggen is dat we vooral in de zomerperiode wordt er natuurlijk meer achtergelaten aan dumpingen, ook van de nachtelijke activiteiten, dan in de wintermaanden. En dan zijn we eigenlijk op maandag na het weekend en de dinsdag zijn we eigenlijk alleen maar gebieden aan het afrijden en aan het opruimen. Kijken wat er neer is geworden weer. Ja. We hebben afvalcontainers bij ons op het erf staan. Nou, er kon ongeveer 13 kuub kan erin. Nou, als je die twee keer in de maand moet legen. Ja. Zonde. En dat kost ook gewoon geld. Dat kost ook geld, ja. Te laten halen weer ook en zo. Dat ook. Gaat ook in honderden euro's. 26 kuub per maand. Ik zit even te rekenen hoor. 26 kuub per maand aan rotzooi wat in het bos ligt. Ja. Dat is bedroevend, hè? Dan moet iedereen nog even goed nadenken. En dan heb ik het alleen gesproken over het team Almere. En dan hebben we nog meer teams van Staatsbosbeheer binnen Flevoland. Dus er zijn nog meer van dat soort containers. Maar staan jullie nou met je rug tegen de muur? Of kun je er iets aan doen? Nou ja, kan je er iets aan doen? Ja, handhaven. Maar 24/7 op elk vierkante metertje bos een handhaven neer te gaan zetten is ook onmogelijk. Want het is verboden gewoon, hè? Dat, als je wordt betrapt, dan kan het een fikse boete opleveren. Je kan een boete krijgen, inderdaad. Alleen, van jou? Ja, bijvoorbeeld van de boswachter of politie of handhaven. Nou, het ligt er maar net vanuit de gemeente kan er natuurlijk ook het een en ander geboet worden. Ja. Betrap ze er maar eens op. Ja, dat is, zou camera's dat is, neer moeten gaan zetten. Het is, het is gewoon jammer dat mensen de bewustwording gewoon blijkbaar niet in zich hebben dat afval en natuur gewoon niet samengaan. Ja. En het is echt dat ene blikje, daar kijken we af en toe nog wel eens voor weg. Eigenlijk moet je dat ook niet doen. Nee, tuurlijk niet. We nemen het wel mee, uiteraard. Dat denken we van, dat is natuurlijk nog niet het ergste wat we kunnen vinden. Maar er wordt ook wel eens drugsafval gevonden en met chemicaliën. Nou, dat tast gewoon hele ecosystemen aan. Ja. Of verf of dat soort dingen. Ja, ook. Ja, hebben we ook wel eens gevonden. Ja. Maar goed, aanstaande zaterdag, dan gaan we het bos opruimen. Ja, we gaan aankomende zaterdag het bos opruimen, inderdaad. Daar hebben we het over. Ja, we. Ja, met z'n allen. Ja, we. Ik hoop dat iedereen komt, inderdaad, en zich aan wilt melden via World Cleanup Day. Of via de link in de blog van Staatsbosbeheer. Maar iedereen is welkom tussen 10 en 12 vrije inloop om mee te helpen vanaf de Kemphaan in Almere om het bos op te ruimen. Ja. Je kan je ook opgeven via de website, geloof ik, hè? Ja. Supporter van schoon.nl. Ja, World Cleanup Day heeft in samenwerking met Supporter van Schoon Nederland dit opgezet in Nederland ook. Ja. Is dit de eerste keer of is het al vaker gebeurd? Nee, het is wel vaker gebeurd. Ja, alleen Staatsbosbeheer, wij gaan er nu gewoon extra hard op in. Omdat als je ziet hoeveel afval er ook afgelopen zomer is blijven liggen. Ja, dat is teleurstellend. Dat hoort niet. En hoe gaat het dan, zo'n World Cleanup Day? Krijgt iedereen een plastic zakje mee en opruimen maar? Ja, inderdaad. Zo simpel kan het eigenlijk gewoon zijn.
En als, wat je eigenlijk normaal zelf al wat je doen, normaal hè? Zelf ook kan doen, inderdaad. En ook gewoon in je eigen wijken. Het hoeft natuurlijk niet altijd in het bos te zijn, maar in je eigen wijken kan je dat ook doen. Hier krijgen we prikstokken mee, een afvalzak. En ja, dan is het gewoon een kwestie van de bosspaden af, genieten van de natuur en ondertussen opruimen. Ja. Het komt natuurlijk wel met een nobel idee eruit, maar het kan ook niet geheel ongevaarlijk zijn. Want er kan van alles liggen natuurlijk. Er kan van alles liggen. En er wordt ook wel van tevoren geef ik ook duidelijke instructies naar. Mocht je inderdaad chemicaliën of vatten vinden waarvan je zegt, nou, ik durf het niet open te maken of überhaupt op te pakken. Mm-hmm. Dat ruimen wij op. Ja. Dat is voor onze rekening. Past ook niet in een vuilniszak. Hè? Nee, maar, sommige dingen. Maar eigenlijk zou iedereen dat gewoon die naar het bos gaat gewoon even een prikker mee moeten nemen. Ja, op alle andere dagen. Er zijn heel veel mensen die dat ook wel doen, ik hoor. Ik weet het, mijn moeder, als die een stukje gaat wandelen, dan heeft ze een prikker mee en een plastic zakje en alles wat ze tegenkomt, neemt ze mee. Ja. Ja, nou, ze wordt nog net niet betaald door Staatsbosbeheer, maar het scheelt weinig. Ja, nou ja, maar dat. Of als je je hond aan het uitlaten. Bijvoorbeeld, pak het gewoon op, doe het in een zakje. Ja, maar dat is ook gewoon in de bebouwde kom en zo. Hoeveel mensen hun hond niet uitlaten, laat hem maar eventjes van zich afpoepen. De beest kan er niks aan doen, maar ruim het er ook even gewoon op. Ja, oké. Okay. Maar een beetje mentaliteit, we hebben het nu even over de rotzooi die op straat ligt en in het bos. Ja. Eigenlijk moet dat er gewoon een gewoonte zijn. Sterker nog, je moet het niet van je afgooien. Nou ja, hoe simpel kan het eigenlijk zijn? Hoe simpel kan het zijn? Je loopt ermee naar het bos toe. Hoe simpel is het om het ook weer even mee te nemen en weg te gooien in een afvalbak of thuis? Hè? Lekker picknicken, doe het alsjeblieft hartstikke leuk. Het kan zo leuk zijn, maar neem alles blijven. Weer netjes mee. Ja, en dat bangstel, dat neem je ook niet mee natuurlijk om te gaan zitten in het bos. Omdat je denkt van dat is gewoon asociaal. Dat is gewoon asociaal, wil ik ook zeggen. Wat leuk, Amy, je hebt een stagiair meegenomen van Staatsbosbeheer, Zino de Leeuw. Ja, dat klopt. Zino Leeuw is het gewoon ook. Zino Leeuw. Waarom wil je eigenlijk boswachter worden? Ja, het is eigenlijk al vanaf kinds af aan zit dat erin. Mijn opa die nam altijd mee naar het bos. En van daaruit is het eigenlijk nog verder gegroeid tot boswachter inderdaad. Ja. Wat doet dat met jou dan als je zo van Amy hoort van mensen donderen gewoon hun bankstel in de natuur, weet je wel? Mooie bos. Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ik vind het onmenselijk dat mensen zo denken over hun afval, dat ze dat gewoon zo dumpen in de natuur. Ja. Het is gewoon, Hoe word je eigenlijk boswachter? De boswachterschool, hè? Daar heb je een speciale opleiding in ieder geval voor, bos- en natuurbeheer. Als je die eenmaal hebt gevolgd, dan ben je al een aardig end. Dan ben je ook meteen boa, hè? Nee, dat niet? Nee. Is dat een losse opleiding? Nee. Voor boa ben je eerder handhaving en dat soort takken studeer je. En dan moet je ook voor beëdigd worden. Ja. Als je boswachter bent, ben je niet meteen een boa. Oké. Okay. En wil jij in dit gebied ook boswachter gaan worden? Nee, eigenlijk niet. Nee, het liefst op de Veluwe of het Waddengebied. Dat willen ze allemaal. Dat willen ze allemaal. ja, precies. Ja. Nee, daar ligt mijn hart een beetje. Ja. Mooi. Zitten er ook gradaties trouwens in boswachten? Ik vraag het me zomaar even af. Is er een boswachter eerste klas of zo? Of zoals in het leger, weet je wel, sergeant boswachter? Ja, dat zou heel goed kunnen. Er zijn wel wat gradaties, verschillende functies. Je hebt verschillende boswachtenfuncties. Beheer, publiek, ecologie, de BOA. Ja. En daarin heb je ook de senioren, junioren, teamleiders, beleidsmedewerkers, noem maar op. Het is een vrij grote organisatie. Ja, maar toch hoor je het niet zo vaak, hè? Iemand die boswachter wil worden. Nee, tot nu toe hoor ik het niet vaak inderdaad. Nee. Maar ik snap wel, het moet gewoon al in je zitten. Was dat bij jou ook zo, Amy? Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Nou, jij gaat hem mee op pad nemen. En in ieder geval zaterdag de World Cleanup Day. Waar kan je aanmelden? Via de site? Ja, via de site World Cleanup Day of via de boswachtersblog /Flevoland. Of kom gewoon langs. Of uiteraard gewoon langskomen, ja. Goed. Dankjewel, Amy en Zino.